Yo, dipgasten, en welkom bij een nieuwe aflevering van Biljoenenjacht, de ene laatste aflevering. Jullie hebben gekozen voor koffertje nummer 16. Alleen koffertje nummer 23 blijft dan nog over voor de volgende aflevering. In koffertje nummer 16 zitten 5 packs. Dit is wel oké, niet heel erg goed. Aan het begin van de Miljoenenjacht-serie zou het chill zijn geweest, maar nu hebben we er niet zo heel veel meer aan. Ik ga die packs openen en dan gaan we kijken wat daarin zit. Naar de store toe. Even kijken. Volgens mij zijn er... Nee, er zijn geen... Oh, hey. Oh, nog 3 minuten. Dan moeten we snel gaan openen. Er zijn 25k pakketjes. We mogen er 5 van openen. Maakt me dus niet zo heel veel uit wat we krijgen. Omdat Miljoenenjacht bijna voorbij is. Heel chill dat jullie deze hele serie lang hebben gekeken. Het zou ook echt heel erg gewaardeerd worden. Hey, ik krijg mezelf met een pack. De Graf. Ah. Nee, het zou heel erg gewaardeerd worden als je ook deze video een likeje wil geven. Jullie hebben het waarschijnlijk alle vorige afleveringen al gedaan. Dus sowieso bedankt daarvoor. Dat waardeer ik heel erg. We moeten opschieten. Je raakt afgeleid. Pack nummer 2. Skip. Oh, nee. Weer niks. José Mourinho. Leuk om in je club te hebben. Ik denk dat je misschien wel een leuke transferred speler in je pack kan krijgen. Dat we daar maar voor moeten hopen. Want volgens mij is de Team of the Week ook niet echt heel goed. Sterker nog. Derde pack was ook helemaal niks. De packluck op dit account is enigszins wel goed geweest en anderszins niet. Want we begonnen met 3 miljoen. We hebben er heel veel packs van geopend. Nee, Nani is leuk, maar verder niks. We hebben heel veel packs geopend. Team of the Season Elton gekregen, die nog steeds extinct is. Team of the Season Azpilicueta gekregen. En voor de rest eigenlijk niet hele goede spelers die erg opvallen ofzo. En ook hierin krijgen we Costa. Oh, maar die is niet meer extinct, toch? Die is wel redelijk veel op de... Oh, er zijn er 2 op de markt. Dat is op zich nog wel leuk. En Valbuena is ook leuk. En 4000 coins is ook altijd meer dan welkom. Ik ga kijken of ik met Costa en Valbuena of ik daarmee een team kan maken. Want dat is op zich nog best wel een nice optie. Nou, ik moet zeggen dat het op zich nog redelijk makkelijk gelukt is. Ik ben uiteindelijk niet voor Valbuena gegaan, maar wel voor Douglas Costa. En we hebben er een soort van skill team van gemaakt. Ribéry heeft natuurlijk 5-star skills. Cuadrado heeft natuurlijk 5-star skills. Douglas Costa heeft 5-star skills. Dus dat is op zich wel lekker om hem in je team te hebben. En ik kan op zich wel redelijk goed skillen. Niet Kasui-stijl. Maar ik ben er wel redelijk goed in. Ik zie nu ook dat we bijna uit divisie 4 zijn gekomen. We hebben nog maar 1 punt nodig. Ik denk wel dat het met dit team gaat lukken. Want op zich ziet het er redelijk goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet zo heel erg fan van dezelfde formatie die ik speel en mijn tegenstander nu ook speelt. Helemaal niet als hij zo'n goed team heeft. Oh, wat een leuk team zeg. De enige normale kaart die hij heeft is Neymar's normale kaartje. Maar wie weet is hij wel heel slecht en kunnen we hem gewoon makkelijk gaan pakken. Want dat ga ik wel proberen te doen natuurlijk. Oké, let's go Dio. Oh, wakka. Oké, kijk, ik kan wel skill moves doen. Ik ben er op zich ook wel redelijk goed in. Maar ik moet het natuurlijk wel nuttig gaan houden. En niet zorgen dat ik opeens balverlies ga leiden. Holy fuck, dat schot. En ja, die gaat hierin. Dit was echt een heel mooi schot van hem. Maar kom op jongens. Koscielny, grap. Ramirez, gelijkmaker. Oh, Mandanda. Red notabene Mandanda. Oh, ik heb zo'n hekel aan die gozer. Jullie weten wel waarom. Rudy Corner, Cuadrado. Je kan niet heel goed koppen, maar misschien wel erin. Ook niet. Cuadrado. Lewandowski gaat er gewoon voor staan, grap. Ribéry. Oh, penna, yes! Oscar, die net nog zo subliem op de lat schoot, geeft nu een penalty weg. Die gaan we natuurlijk gewoon scoren. Dat moet wel. De druk staat erop. We staan achter. Ja, Touré, jij mag gewoon nemen. Je bent al zo lang bij ons in de club. Tijd om wat te doen voor je club. Boeia! 1-1. Dit gaat helemaal goed komen, jongens. No stress. Oh nee, niet vanaf de Douglas Costa, skill your way in de team van mijn verdediger of van mijn tegenstander. Oh. Oh. Op Leva. Wow, dit moet je gewoon op goal schieten, Lewandowski. Cuadrado. Oh, witte skills to pay the bills. Daar over door. Oh, net niet. Oh. Hoe is dit geen vrije trap? Cuadrado. Ah! Daar gaan we weer. De Quadramanator. Dit keer scoort hij ook niet, want hij schiet niet op goal. Jongens, ik moet iets aan mijn finishing gaan doen. Waar is mijn afmaak onderbroek? Ik ga hem aandoen. Gaan we weer. Wat een onzin. Wat een bullshit. Ouwe, dit is... Ik pak duidelijk die bal af met Kompany. En alsnog weet Oscar hem op een of andere manier mee te nemen.
Dat is goed, maar pak hem dan ook niet af in de eerste instantie. Als je hem niet vast kan houden. Ik ga een andere opstelling doen. Zorgen dat dat hem misschien wel helpt. Costa is er door. Alsjeblieft. Mandanda. Notabene Mandanda die redt. Mandanda die... Oh mijn god, dit bestaat niet. Mandanda kan geen ballen redden. Van de lijn gehaald. Yes! Costa! Gepekte Costa! God, het was een goede keuze en een team om hem heen te bouwen. Ik dacht even dat het buitenspel was, daarom was ik zo stil. Oh, wat zit je haar lekker, hoor, ik weet het. Daarom heb ik een pet op. Ik dacht serieus dat het buitenspel was. Dan is dit gewoon een perfect uitgevoerde aanval. Oh jongens, oké, okay, we kunnen de winnende doelpunt gewoon nog maken. We hebben alle tijd ervoor. Ja, Robert! 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 Ja. Yes! Come on! Wat een manier om te scoren. Mandanda die duikt niet naar de bal toe, maar van de bal af. En we staan voor. En nu moet ik het niet weggeven. Oh. 2-4. Oh. Lekkere fake Rabona. Dragback naar Lewandowski toe. Oh. Mijn tegenstander passeert, gaat hij ook rage quitten. Yes, mensen. Yes, yes. Eerste potje met dit soort van skill team is gewonnen. Het zou trouwens echt chill zijn als je dan voor deze overwinning misschien een likeje dropt. En ik ga nu iets zeggen. Moet je niet gelijk gaan doen, misschien pas aan het eind van de video. Maar wil je nou echt iemand skill moves in doen, dan is daar Alex Kasui. Dat is een Nederlander, die maakt ook FIFA video's, maar dan in het Engels. En het is serieus een van de beste mensen die ik ken in zowel FIFA als in skillen. Hij maakt skill moves, ja, hij lijkt het. Zeg maar, als je hem skill moves ziet doen, dan denk je, wacht, zo moeilijk kan het niet. Zijn, maar dat is het dus wel. Link daarvan staat gewoon in de beschrijving. Wil je zijn kanaal checken, dan kan je dat gewoon doen. Dus geen probleem. Maar wij zitten wel in divisie 3 inmiddels. En we gaan gewoon nog een potje spelen. Want het team speelt op zich nog wel redelijk. Iedereen heeft nog volle fitness, half company. En dan ga ik weer een tegenstander zoeken. Ik vertrouw dit niet. We komen tegen een BPL team. 86 team rating. 4-2 en 2-2. De variant. Wat een team gek. Gewoon BPL team of the season. Maar dan met Bolasie in de spits. Benteke in voor hem. Futti Eriksen. Dit is zeker geen verkeerd team om te hebben. Het is wel een verkeerd team om tegen te komen. Maar we gaan kijken wat we dan kunnen maken. Bam! Bam! Hè? Waarom zie ik Robert niet celebraten? Het wordt gerekend als een eigen goal. Het was ook een eigen goal. Jongens. Look is with us. Ah, lekker hoor. Wacht, was dat Terry die eigen goal scoorde? Dat is niet zo heel gek. Ja, we weten allemaal nog hoe belangrijk Terry was aan het begin van onze serie Miljoenjacht van dit seizoen. Toen was Terry echt gewoon de man om in je team te hebben. Oh. Ja, je ziet het aankomen als Benteke er staat. En dom van mij dat ik hem zo vrij laat staan. Zijn eerste echte kans van de wedstrijd is gelijk een goal. Het is altijd zuur wanneer dat gebeurt. Maar gelukkig kunnen wij misschien vanaf de aftrap al wat terug doen. Zijn verdediging is zo solide, gek. Quadrominator! Juan Cuadrado! Ik zei nog, misschien kunnen we gelijk wat terug doen. Het is onze aanwinst Douglas Costa op Juan Cuadrado. En ja, de Colombiaan die maakt dit briljant af. Oké, het is rust en deze wedstrijd is echt heel erg intens. Zoals je ziet hebben we één schot op goal minder gehad. Maar we staan wel voor, gelukkig met 2-1. Twee keer op goal geschoten, twee keer... Oh nee, het was natuurlijk ook een eigen goal. Het is vooral heel erg opletten dat we niet een counter tegenkrijgen als we zelf in een aanval zijn. En zorgen dat we zelf juist kunnen counteren als mijn tegenstander in een aanval is. Dit is toch wel een vrije trap op een hele aantrekkelijke positie. Zo. Boah. Is wel in één keer heel licht. Vrije trap. Yaya Touré. 2 bar power. Stik omhoog tegen een muur. Ik had gewoon iets rustiger aan moeten doen. Dan was hij er misschien wel ingegaan. Oh. Oh. Score hem alsnog. Ja. 3-1. Meer geluk dan wijsheid. De goede skills van Ribéry worden alsnog beloond. Die step over van Ribéry mislukte net omdat hij werd aangeraakt. Maar de rebound valt precies goed voor ons Robertje. Onze lieve Pol. Echt, ik hou zoveel van hem. Oh jee, voorzet. Niet weer Benteke. Niet weer Benteke. Niet weer... Fuck. Ja, weer er langs gerend.
Het is zo standaard. Het gebeurt zo vaak. En je kan er zo weinig tegen doen. Ja, De Gea, ik ben er ook kapot van. Dieptebal, Koscielny staat echt te slapen. En dan laat ik mijn keeper uitkomen, wat heel dom is. Want misschien als hij had blijven staan, dat dan de hoek te moeilijk was geweest. Lekker company, minder lekker company. Bal weggeven, Bolasie is weer door. Ouwe, hij is zo snel en onvoorspelbaar, want hij heeft skills. En hij kan in één keer langs gaan. Niet weer Benteke. Het is... Je zou toch denken dat je spelers misschien denken van... Hé, Benteke die staat de hele tijd vrij, laat ik hem gaan dekken. Nee, doe me niet aan. Geen zin in. Niet vandaag. Ramirez, ga maar redden, jongen. Ga maar rennen. Je bent sneller. Je bent niet snel. Maar je hebt wel heel veel tijd gerekt en in voor ons gewonnen. Rustig, Raul. Op je dode gemak. Het is prima als je gameplan is. Gewoon de hele tijd voorzetjes geven op Benteke. Maar dan ga ik de laatste minuten gewoon zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren. En we zijn nog steeds ongeslagen in de gele serie Miljoenenjacht. Ook met dit soort van skillers team. Ik heb mijn best gedaan. Probeer het te skillen. En het is op zich wel redelijk gelukt. We hebben niet hele skill goals gescoord, maar wel een paar mooie goals. Met skills die eraan vooraf gingen. Bolasie is man of the match. Hoe kan het ook anders? Hij heeft het ook ziek gedaan. Een goal en een assist. En een eigen goal van Sean Teddy. Sean, je wordt hartelijk bedankt. Want door jou hebben we deze wedstrijd gewonnen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar de één na laatste aflevering van Miljoenenjacht. Koffertje dat nog over is. Je kan erop stemmen in de comments als je echt heel veel zin erin hebt. Koffertje 23 is als enige nog over. En die gaan we de volgende aflevering openen. Je wordt heel erg bedankt voor het kijken. Check jullie allemaal later. Je kan me volgen op Twitter en op Instagram. Links daarvan staat allemaal in de beschrijving. Wil je nog meer skill gameplay zien? Ga dan naar Alex's kanaal. Link staat in de beschrijving. Hij is echt heel tof. En dan check ik jullie allemaal later. Ciao gasten.